wat een ander bijna landelijk discussiepunt aan het worden is, is jullie stadion. De Nieuwe Kuip of geen Nieuwe Kuip. Kunt u uitleggen in welke fase op dit moment de discussie hierover zich bevindt? Ja, iedereen weet dat wij met twee partijen, in het begin stellen we samen met de BAM en Volker Wessels, wie met ons het stadion verder zou gaan ontwikkelen. Dat is Volker Wessels geworden. Dan krijg je allemaal wat terminologie als van dat we met elkaar de business case aan het uitharden zijn. Dus dat betekent dat de stedelijke inpassing moet goed zijn. Een heel belangrijk en moeizaam item is de financiering. Stapje bij beetje komen we daar met banken, gemeenten en met Feyenoord komen we daarin verder. Wij hopen half december, want hier en daar heb je toch wel wat vertraging. Half december dat we de plannen bij de gemeente op kunnen leveren. Nou, die gaan daar natuurlijk ook weer naar kijken. En we hopen dat eind januari, februari, dat de definitieve besluitvorming kan komen. Waardoor we de plannen eigenlijk kunnen gaan uitvoeren. En als u praat over de plannen gaan uitvoeren, wanneer moet dan bij wijze van spreken de eerste schop de grond in? Nou ja, als dat allemaal goed gaat, en ik moet natuurlijk allerlei slagen warm nemen, want het is een zo lastig proces. Dan zou ergens in 2016 dat ten aanzien van het stadion de eerste schop in de grond gaat. En dan zou je praten over 2018-19 dat het er pas staat. Want in Nederland met allerlei bestemmingsplannen, allerlei ontwikkelingsprocedures, de hele bouwtijd, neemt dat helaas zoveel tijd in beslag. Nou, zijn alle voetballiefhebbers in Nederland het erover eens dat de Kuip het mooiste stadion van het land is? Kunt u ook beloven dat de Nieuwe Kuip ook het mooiste stadion van het land wordt? Ja, ik ben het er uiteraard mee eens. Juist in de topwedstrijden, maar ook bij avondwedstrijden eigenlijk altijd. Die sfeer is geweldig. En dat is wel een punt waar we enorm veel zorg aan moeten besteden. In alle nieuwe buitenlandse stadions waar ik kom, heb ik wel eens de indruk dat ze moeite hebben gehad om de sfeer van het oude stadion mee te nemen. We hebben natuurlijk enorm goede leerschool van een aantal stadions waar dat al gebeurd is. Dus ja, het zou heel naïef zijn als wij leermomenten niet mee zouden nemen. Want een nieuw stadion zonder die sfeer van nu, dan hebben we het eigenlijk het huiswerk niet goed gedaan.